Sociëteit de Hereniging gaf Deventenaar Arthur Brand een lezing over zijn werk als kunstroof-expert. Jarenlang haalt Brand al de nationale en internationale pers met spraakmakende vondsten. De illegale kunsthandel is, op drugs- en wapenhandel na, de grootste illegale handel. En in deze schimmige wereld gaan tientallen miljarden euro's om. Wat wij eigenlijk doen, wat ik doe, is ik begeef me op het vlak waar kunst en criminaliteit samenkomen. De kunstwereld is heel groot, maar er is ook een hele grote criminele wereld achter de kunstwereld. En daar bemoeien wij ons mee. Een voorbeeld, 30% van alle kunst die verkocht wordt op veiling of waar dan ook, is vals. En mensen die daarin gaan investeren of zulke dingen kopen, ja, die willen vaak een second opinion. Dus die bellen ons en die zeggen van, meneer Brand, kijkt u er eens even naar, klopt het? Is de prijs goed? Is het niet vals? Is het niet geroofd, gestolen? Enfin, dat is dus wat we doen. En af en toe doen we echt hele grote zaken die dan inderdaad in het nieuws komen. Tijdens zijn 2 uur durende lezing vertelt Brand over enkele opzienbarende vervalsingen of verdwijningen van kunstschatten. Zijn interesse voor het vak werd gevoed door een andere bekende Deventenaar, namelijk meestervervalser Hans van Meegeren. Hans van Meegeren is in de vervalserswereld is het een legendarisch figuur. Omdat hij natuurlijk de tweede man van het Duitse Rijk, Hermann Göring, een loer heeft gedraaid door hem een vervalsing te verkopen. En ja, als je een Duitser, een nazi-hoofdman, als je die een vervalsing in de maag splitst, ja, dan zijn er mensen die daar toch wel respect voor hebben, want er stond toch wel de doodstraf op. Mijn opa heeft nog bij Hans van Meegeren op school gezeten, dus ja, dat was wel het eerste verhaal wat ik te horen kreeg over kunstroof en kunstvervalsing. Dus ja, dat heeft me zeker beïnvloed. Met een enorme bevlogenheid vertelt Brand de geïnteresseerden over hoe hij in de wereld van de illegale kunst is gerold. Een wereld die alleen in de praktijk te ontdekken valt. Brand kwam in deze wereld terecht door brutaal een mail te sturen aan de Nederlander Michel van Rijn, die destijds werd beschouwd als een van de grootste kunstsmokkelaars ter wereld. Nee, ik ben begonnen al zelf te verzamelen en toen kwam ik er dus achter dat er zoveel vals was. En toen ben ik eens gaan kijken wie zijn nou die kunstcriminelen? Wat zijn dat voor mensen? En dan kom je erachter dat ze internationaal opereren. Het zijn 20 mensen en er zat een Nederlander tussen, Michel van Rijn. En ik denk, laat ik die nou eens een e-mail schrijven. En die nodigde me uit en voor je het weet zat je ertussen. En ja, ik ben er eigenlijk nooit meer weggegaan. Die groep is zo klein en ik was fris, vers erin. Dus in het begin vertelden ze me niets. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat ze elkaar als concurrenten zien. Dus konden ze mij altijd wel eens gebruiken om de ene tegen de andere uit te spelen. Maar dat had ik dus in het begin niet door. Maar op een gegeven moment wist ik hoe het spelletje werkte. En ja, toen nam ik ze af en toe te grazen, de heren. Als kunst geroofd werd door het Leger des Heils, dan had ik daar wel onderzoek gedaan. Maar het Leger des Heils doet geen kunstroof. Dus ja, je moet je toch begeven tussen dit soort mensen. En dan hoor je wel eens wat, soms per ongeluk, soms vertellen ze je wat. Wat gaat over een collega, een concurrent van hen. En zo ga je een beetje ja, het verdelen en heersen, zeg maar. Dus een beetje tegen elkaar uitspelen. Gedurende de lezing haalt Brand enkele voorbeelden aan van vervalsingen. En vertelt hij over zijn grootste vondst, namelijk het terugvinden van de Torakpaarden. Ja, dit verhaal gaat dus over de beelden die ooit rondom de Rijkskanselarij hebben gestaan in Berlijn. De belangrijkste plek van de nazi's. Onder het hoofdkantoor van Adolf Hitler, onder zijn werkkamer. En men heeft altijd gedacht dat die belangrijke beelden verdwenen waren, vernietigd waren. En ik heb ze dus weer naar boven water weten te krijgen. En dat begon allemaal met het ontvangen van een kleurenfoto van 2 van die paarden. En toen ben ik verder gaan onderzoeken en met oude beelden uit Nazi-Duitsland heb ik de puzzelstukjes bij elkaar kunnen leggen. En toen samen met de Duitse politie is er toen een inval geweest op tientallen plaatsen in Duitsland. En hebben ze al die beelden waarvan men 70 jaar dacht dat ze er niet meer bestonden, hebben ze allemaal teruggevonden. Brand vindt dat alles geoorloofd is om kunstschatten terug te vinden. In deze gevaarlijke illegale kunstwereld is Brand inmiddels een autoriteit. En weet hij zich, ondanks de vele verleidingen, knap staande te houden. Het is vaak een zwarte of een grijze lijn waar je op beweegt. Het is, aan de ene kant heb je de politie en de kunstwereld, de reguliere kunstwereld. Aan de andere kant heb je de criminele en de illegale kunstwereld. En daartussen moet je schipperen, ja. En dat is niet makkelijk meestal. Er zijn weinig mensen die dat durven of kunnen. Het is ontzettend zwaar. Er staat zo enorm veel op het spel. En je weet nooit ook wat de dubbele agenda is van de tegenpartij. Je weet nooit, wat denkt de politie nou? Wat denken die criminelen nou? Ik zit er wel tussenin. Ik praat met allebei de kanten, maar zeggen zij wel de waarheid tegen mij? Dus het is altijd spitsroede lopen. Als je geneigd bent om snel geld te willen verdienen, ja, dan had ik de kans echt gehad. Maar ik heb altijd het zit niet in mijn karakter. En daarbij komt, even afgezien daarvan, je kunt in deze wereld geen fouten maken. De politie die verwacht van je dat je eerlijk bent. Die werkt met je samen. Je kunt aan die kant geen fouten maken. Aan de andere kant moet je af en toe met criminelen onderhandelen. En die mag je ook niet voorliegen. Daar moet je ook open en eerlijk tegen zijn. Ze geen leugentjes vertellen, want ja, dan krijg je met hen problemen. Dus je moet aan allebei de kanten. Het enige wat je kan doen is gewoon eerlijk zijn en proberen te doen wat gedaan moet worden. Dus gestolen kunst terugvinden.